Goedemorgen en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 16 maart en deze week gaat iets anders worden dan normaal. Ik ga even de camera neerzetten. Maar in ieder geval, het gaat een iets andere week worden dan normaal. Normaal gesproken zit ik nu natuurlijk gewoon in Amsterdam. En zoals je misschien wel omheen kan zien, ben ik nu gewoon bij mijn ouders nog steeds. En ja, dit heeft er gewoon mee te maken dat we natuurlijk niet naar school kunnen allemaal. En dat kan ook niet tot wat nu bekend is, 6 april. Dus dat is heel erg balen. Dus ja, ik weet ook niet echt hoe ik het met de weekvlogs natuurlijk. Want ik maak altijd natuurlijk gewoon weekvlogs. En ik heb geen idee wat ik me kan voorstellen bij de weekvlog die ik de komende weken ga maken. Aangezien ik natuurlijk veel thuis zal zijn. En ik zal af en toe wel de deur uitgaan, maar ik zal niet echt... ja, drukke plekken bezoeken of dat soort dingen. Daar zou ik niet voor kiezen. Dus ik zal vooral thuis zijn. Dus misschien dat ik nog wat leuke dingen kan bedenken die ik thuis nog met jullie kan delen. Ik wil bijvoorbeeld nog mijn kast uit gaan zoeken. Dus dat kan ik misschien wel even in deze weekvlog of in volgende weekvlog of zo laten zien. En ik ben vast ook nog een keer in Amsterdam. Maar alleen ik ga bezig met het bedenken van ons balkon in Amsterdam. Hoe we die willen gaan inrichten. Aangezien we daar nu een beetje tijd voor hebben. En ik moet natuurlijk nog wel gewoon mijn deadlines van school voor zover mogelijk zien te halen. Dus dat is een beetje wat ik moet gaan doen deze komende weken. En nou ja, we moeten er maar allemaal zien doorheen te komen. En hopelijk is het gewoon na 6 april gewoon klaar. En kunnen we gewoon weer ons leven zeg maar weer oppakken. Oké, het is alweer een tijdje later en ik heb een hele tijd aan mijn bureau gezeten voor school. Ik film nu even trouwens met mijn telefoon, want mijn camera ligt boven. Maar zoals je wellicht, ik weet niet of ik goed mik, maar buiten wel kan zien, is het echt super lekker weer. Dus misschien ga ik straks er nog wel heel even uit, gewoon buiten in de tuin of zo. Maar ik ga heel eventjes wat te eten maken. Even kijken, ik ga denk ik avocado toast ook maken, want ik zag dat Marleen dat aan het eten was. En toen bedacht ik me, daar heb ik ook wel heel erg veel zin in, dus ik ga lekker een avocado toast maken. Dat doe ik gewoon door avocado te pakken en ik doe er dan echt super lekkere kruiden op. Namelijk, even kijken waar ze liggen. Oh, paprika of paprika poeder, volgens mij is het gewoon... paprika, want anders zou het met dubbel P staan, toch? I don't know. Peper en zout natuurlijk. En heel soms, als ik daarvoor in de stemming ben, doe ik ook chilipoeder erop. Nu doe ik dat denk ik niet. Maar dat is wel heel erg lekker. Dus dat ga ik nu even in elkaar zetten. En laat ik jullie zo even zien hoe dat eruit ziet. En ik ga er ook een eitje bij maken als we die nog hebben. Dus ik laat jullie zo even zien wat ik precies maak. Ik ben net in mijn kamer en ik heb net mijn eten klaar. Dus ik zal jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Ik heb dus een avocado toast gemaakt met een eitje. Kijk. Dus dit ga ik nu lekker even opeten. En het is echt super lekker weer buiten. Dus ik zit echt na te denken of ik... toch nog niet even gewoon een rondje gelopen of weet ik het wat. Maar ik weet het niet zo goed. Dus ik ga heel even chillen, heel even dit opeten. En daarna gaan we even naar school. En ik heb mijn infographic voor mijn richting af. Of tenminste zo goed als af. Misschien verander ik nog wel iets. En die ziet er zo uit. Maar ik ben er best wel blij mee. Dus die ga ik later even inleveren. En dan ben ik daar ook weer mee klaar. Oké, inmiddels is het alweer wat later. Ik heb net eventjes met Marleen wat inspiratie opgedaan. Over ons balkon. Maar daar ga ik later een aparte video van maken. Over hoe we ons balkon gaan aanpakken. En hoe het er vooruit ziet en daarna. Dus die video kunnen jullie ook nog verwachten. Dat komt niet in die laatste verhuisvlog. Daar wordt echt een aparte video. Dus dat gingen we net eventjes doen. En ik ga nu weer achter mijn bureau. Weer verder voor mijn schoolding. En ik ga heel eventjes dat... dit ding. Wat ik dus had gemaakt. Deze. Ga ik heel eventjes nog... zeg maar bekijken. En dan lever ik die gelijk in. Want die moet dan eigenlijk deze vrijdag ingeleverd worden. Maar ik heb zoiets van ja, als ik het nu gewoon al af heb, dan lever ik het maar gewoon in. Heb ik het gewoon gedaan. En je ziet mij trouwens doorstaan. In mijn joggingsbroek. Dat wel. Ik heb wel een blusje aan. Maar ik heb wel lekker een joggingsbroek eronder. Want ik ga vandaag de deur niet uit. Oh. Gok ik. Misschien nog even een rondje lopen. Maar dat weet ik niet. Ik vind het wel gezond. Want het is echt super lekker weer.
Dus ik ga sowieso morgen of woensdag eventjes de deur uit. Maar dan blijf ik hier gewoon een beetje in de buurt, denk ik. En ik moet dan die foto nog maken. Dus dat. En ik ben benieuwd wanneer ik mijn pakketjes binnen ga krijgen van de samenwerking. Daar moet ik ook nog foto's van maken. Dus ik heb het nog wel lekker druk. Maar ik ga heel eventjes weer achter mijn bureau. En dan ga ik even verder met school. Oké, even voor de duidelijkheid. Ik heb een joggingbroek aan. Dus ik heb gewoon lekker een comfortabele outfit aan. Dus als jij nu ook lekker gaat opruimen, doe iets lekker comfortabels aan. Ik heb wel een blouseje erbij aan. Maar dat is gewoon prima. Maar in ieder geval, zoals je hier wel kan zien, heb ik iets liggen. Dit is namelijk, kan ik even laten zien, een bord. Kijk, je ziet het hier een beetje op het plaatje. Maar dit is een bord en deze moet naar Amsterdam toe. Dus ik ga denk ik even een apart hoekje creëren waar ik spulletjes neer ga zetten die nog naar Amsterdam moeten. Aangezien ik wat dingetjes heb binnengekregen en die horen niet in deze kamer, zeg maar. Bijvoorbeeld deze, dus ga ik even apart ergens neerleggen. Oké, zoals je kan zien heb ik hier aardig wat spulletjes op liggen. Zo heb ik hier altijd mijn micellair water heb ik hier liggen. Omdat ik natuurlijk steeds wissel met of ik in Amsterdam ben of hier. Dus dat moet ook ergens een plekje in deze kast denk ik eerder gaan krijgen. Hier heb ik wat dingetjes die ik op voorraad heb. Zoals eyebrow gel en mascara. Dit heb ik trouwens niet op voorraad vanwege het virus. Niet dat je dat denkt. Maar deze dingen had ik al, heb ik echt al een paar weken hier liggen. Want als er dan een keertje in actie is, dan koop ik iets in. En hier liggen maskertjes achter en een maskerkwast. Hier heb ik wat zelftanning dingen, maar dat hoeft natuurlijk ook niet hier op de kast te staan. Het kan ook ergens in de laadjes. Oorbellen en zo moeten ook in de laadjes, vind ik. Dit is mijn tasje met mijn make-up verwijder spul, zeg maar. Hier zitten cremmetjes en zo in. Kijk. Dus die moet ook even een plekje krijgen. Ik heb hier wat parfum liggen. Een handcream. Een haarmasker. Nog meer sieraden, deo, iets voor in mijn haar, handcreme, hand sanitizer. En hier liggen nog random dingen in. Een lipscrub, mijn tang, mijn krultang en mijn borstel. Maar ik moet nu even selectief zijn wat ik echt op deze kast wil hebben staan. Want bijvoorbeeld dit hele mandje hoeft natuurlijk niet op die kast te staan. Dit hoeft allemaal niet op de kast, dit niet. Dus ik ga nu eventjes van wat hier nu ligt, de dingen die niet per se op deze kast hoeven te staan, dus niet per se in het zicht hoeven te staan, ga ik eventjes op mijn bed neerleggen. Oké, ik heb alles nu hier neergelegd waarvan ik dacht, oké, dit hoeft niet per se op de kast te staan. Dit kan wel ergens in een laadje. Dus dat is behoorlijk wat. Dus bijvoorbeeld mijn voorraadbakje, mijn zelftanningspullen, mijn micellair water met watjes, gezichtsreinigingsspullen, mijn sleutels, mijn portemonnee. En een haarmasker en mijn tang en mijn borstel. Dus wat ik nu even ga doen is ik ga even een doekje over de kast heen halen. Want als je spullen natuurlijk gaat verplaatsen, komt er heel erg veel stof van weg. Dus dit ga ik even allemaal schoonmaken. En dan ga ik dit even opnieuw organiseren. Oké, nu staat alles een beetje door elkaar, maar ik heb even de hele kast, in ieder geval de bovenkant, heb ik helemaal schoongemaakt met die doekjes die ik liet zien. En dan ga ik nu eventjes kijken hoe ik het leuk vind om deze items die ik op de kast wil hebben staan, om deze neer te zetten. Oké, ik heb er toch voor gekozen om meer dingetjes weg te halen. Zoals deze donkere parfum. Dus ik heb één parfummetje daar staan. En die is ook licht van kleur. Dus die vind ik mooi om daar dan neer te zetten. Dus dit is dit hoekje geworden. En hier heb ik dan mijn plant neergezet. En daarachter staat dat bakje. En hier heb ik wat sieraden. Dus zo is het een stuk rustiger. Oké, nu is het de taak om eventjes deze lades open te zetten. En vervolgens te gaan kijken hoe ik dit wil indelen. En hoe ik ook
een deel van deze spullen natuurlijk daarin kwijt kan. Dus dat is het volgende wat ik ga doen. Ik heb het nu een beetje ingedeeld als volgt. In deze lade heb ik eigenlijk gewoon van alles en nog wat door elkaar. Dus hier zit echt geen logica in. En deze lade is vooral sieraden en nog meer sieraden eigenlijk. En allemaal troepjes die ik kwijt zou moeten. Dus dan heb ik die maar hierbij gegooid. Bijvoorbeeld dit soort dingen. Dit kan gewoon weggegooid worden. Ik weet niet waarom ik dit heb bewaard. Dus dit kan weggegooid worden. Dit is een verpakking wat ik leuk vond om te bewaren als ik een kerstje een cadeautje weggeef. Dus dit ga ik op een andere plek bewaren. Dus ik ga hier heel even doorheen. De lade ziet er nu als volgt uit. Ik heb hier mijn elastiekjes voor in mijn haar, zeg maar, met zo'n zo'n scrunchie-achtig elastiekje. Hier heb ik wat speldjes voor in mijn haar. Een aantal zonnebrillen. Gewoon basic, goedkope, cheap zonnebrillen. Die ik leuk vind om vooral ook te dragen met een foto. Hier heb ik mijn ringen in zakjes gedaan. Dus dit zijn de gouden ringen. Hier achter zit dan zilver en hier achter zit rosé. Hier heb ik wat chunky kettingen. En een ketting bijvoorbeeld die ik van Anouk heb gekregen. Die kan ik nooit wegdoen. Dus die bewaar ik hier. Dat is deze. En ik heb hier wat grote statement oorbellen. Hier heb ik een London mok waar ik mijn armbandje in bewaar. Hier heb ik nog wat gouden sieraadjes. Hieronder zit zo'n dingetje om je horloge goed af te stellen. Ik heb nog nooit gebruikt. Plastic zit er zelfs nog om. Hier zitten echt gouden sieraadjes in, ringetjes, oorbellen, dat soort dingen. Hier zit een echt zilver met rosé kettingje in. Hier zitten zilveren oorbellen in en hier gouden. Hier liggen wat kettingjes en hier ligt één echt goud kettingje. Dus dit is hoe het er nu uitziet. En deze is dus zoals je ziet nog leeg. Maar ik ga eerst even verder met de andere lades. Want ik heb het idee dat als ik eerst even die andere lades ook aanpak, bijvoorbeeld deze, dat ik dan iets beter een idee kan krijgen over hoe ik de lades precies ga vullen. Want er moet nog aardig wat in. En ik kan ook wel laten zien even wat ik weg ga doen. Dat is ook wel leuk om te zien, denk ik. Ik heb dus allemaal sieraadjes uitgezocht. En ik heb echt een heleboel die ik bijvoorbeeld niet meer draag. Of die ik zelfs nog dubbel heb. En wat papiertjes en dat soort dingen komen ook tussenuit. Dus dat gooi ik ook weg. En bijvoorbeeld dit soort dingetjes. Dit draag ik allemaal niet meer. En dit soort ringetjes zijn ook helemaal verkleurd van vroeger. Dus dit gaat allemaal even weg. Dus ik ga eerst even zorgen dat ik dit allemaal even weg heb gegooid. En ook hier weer wat plaats heb. En dan gaan we bezig met deze lade. Oké, trouwens een hele goede tip tijdens het opruimen. Is ik heb bijvoorbeeld heel veel van dit soort testertjes. En die zien er nog gewoon zo uit. Van die kleine parfumflaconnetjes. En dan wil ik het niet weggooien, want ik vind het nog op zich soms echt wel lekkere geuren. Maar wat je dus kan doen is, ik bewaarde dat altijd met dit papiertje eromheen. Als je die er gewoon afhaalt, op de verpakking staat toch wat voor geurtje erin zit. En of tenminste op het flaconnetje. En dit neemt veel meer ruimte in beslag. En dit veel minder. Oké, omdat ik natuurlijk bezig ben met die laden te organiseren. Het hele gedeelte wat hier staat, moet allemaal weg. Dus omdat je bijvoorbeeld als je aan het opruimen bent heel veel dingen ook. Even kijken, dit is beter licht nu. Maar omdat je dus aan het opruimen bent en je hebt heel veel plek in beslag voor de dingen die je weg gaat gooien. Mijn tip is ook om dat tussendoor dan gewoon gelijk weg te gooien. Zodat je weer wat meer ruimte hebt en niet meer zo gek in je hoofd wordt van al je spullen. En dat is dus wat ik nu ook ga doen. Zodat ik even iets meer ruimte heb om mijn spullen neer te leggen en af te gaan wegen in mijn hoofd, zeg maar, of ik dingen ga bewaren. Oké, en het is een paar uur later. En ik ben eindelijk klaar. En het ziet er nu zo uit. De bovenkant van de kast. Dit hoekje heb ik dus. Met dit potje van de H&M. Die heb ik echt heel erg lang. En ik heb stukjes stak afgeknipt. Dit is namelijk gewoon, hoe noem je dat? Nep plantje. En deze is jammer genoeg gevallen, maar die ga ik nog een keertje lijmen als ik er tijd voor heb. Dus eigenlijk nu uitgerekend. Deze periode in ieder geval. En de wereldbol die komt van H&J. Daar hebben ze soms een winkeltje bij. Die komt daar vandaan. Mijn Chloe luchtje. Mijn Rosefield sieraad ligt daar. Deotje. En een verfrisser.
van Victoria's Secret. Mijn plant staat hier helemaal in het midden. Dat vond ik wel heel erg leuk. Zo, met de lijstjes erboven. En dit potje is van de H&M. Met daarin wat belangrijke dingetjes. Zoals handgel en neusspray. Dat soort dingen. En hier heb ik dus een dingetje staan met wat sieraadjes die ik wel leuk vind. En waarvan ik het idee heb dat ik ze gewoon vaker moet gaan dragen. Dus die hang ik dan hier. Hier heb ik een foto van mij toen ik, ik denk een jaar of 2, 3 was. Zoiets. En nee trouwens, ik denk wel echt 2. Maar in ieder geval, en deze komt, waar komt deze vandaan ook weer? Ik weet niet meer, of misschien Italië of zo ergens. In ieder geval, die heb ik een keer op vakantie gekocht toen ik jong was. En die vind ik nog heel erg schattig. En ik heb hier een Eiffeltorentje staan. Dus dit is nu hoe de bovenkant eruit ziet. Veel rustiger. En die plant heeft nu ook wat meer ruimte om te groeien. Dus die zet ik ook even lekker in het midden neer. Zodat die gewoon lekker kan gaan groeien. Wat hij ook al aardig goed doet hoor trouwens. En deze lade. Het is nog een beetje, het ziet er nog een beetje rommelig uit. Maar het is nu wel goed ingedeeld. Hier heb ik allemaal medicijnen en zo. Paracetamol. Die heb ik allemaal overal nergens vandaan getrokken. En ik dacht, het lijkt me handig om dat in dit bakje te doen. Hier parfum. Hier heb ik mijn haardingetjes, mijn borstel en dat soort dingen. Hier een bakje voor mijn sleutels en mijn portemonnee. Haarelastiekjes, alhoewel ik deze bijna nooit draag. Want ik draag alleen maar scrunchies. Dit zijn knopen die je altijd krijgt bij jassen of bij blouses of zo. Die bewaar ik allemaal hier. Hier ligt een handcream. Portemonnee, zo'n grote portemonnee. Die gebruik ik bijna nooit, maar ik bewaar maar hier. Mijn doosje van mijn AirPods. Haarmasker ligt daar, mijn paspoort ligt daaronder. Dit is een bakje met allemaal voorraad dingetjes eigenlijk. Hierin zit mijn gezichtsverzorging. Mijn micellair water, deze met olie in het normaal. En hier liggen watjes. Dus deze ziet er zo uit. En de volgende lade ziet er zo uit. Met zonnebrillen. Wat ik net allemaal eigenlijk dit heb. Deze laad heb ik best wel al uitgelegd. En daarachter ligt in dat rode zakje liggen spullen om je wenkbrauw mee te verven. En verder zijn hier nog meer zonnebrillen bijgekomen. En deze is wat luxer. Deze is van Le Spex. Deze heb ik afgelopen zomer heel veel gedragen. Dus als je die vlogs hebt gezien van Valencia en zo, dan komt deze hier bekend voor. Dus dat. Dus zo ziet dat er nu uit. En ik ben er best wel lang mee bezig geweest. Maar ik moet nog dus die onderste 4 lades. Alhoewel hier vooral heel veel kleding en zo in ziet. Zoals je wel kan zien. Dus dat ga ik morgen dan voor mij doen. Maar dat komt bij jullie hier gelijk achteraan. Maar in ieder geval vind ik dit al een zoveel rustiger uitstralen. En ik vind het ook heel erg leuk om die plant zo lekker in het midden te hebben. Dus hier ben ik in ieder geval al heel erg blij mee. En dan ga ik morgen lekker verder. Oké, laten we weer verder gaan. Het is nu de volgende dag dat ik dit film. En de kast hier achter me heb ik dus gedaan. Er liggen nu wel weer een paar spullen op. Omdat ik achter mijn bureau aan het werken was. En ik kon die spullen niet op mijn bureau hebben. Dus ik moet zeker wel nog het een en ander gaan opruimen. Maar ik ga nu beginnen aan de onderste 2 lades. Waar dus kleding en zo in zit. En ik ga eerst even alles wat hier dus nu even weer bij is gekomen. Ga ik eventjes ruimte voor maken. Even aan de kant zetten. En dan ga ik daarna aan dus de onderste 4 lades beginnen. Ik ga nu beginnen met deze lade. En hierin zit al mijn chillkleding. En het is ook meer dat, ik hoef natuurlijk ook niet alles weg te doen hiervan. Maar het is meer van, ik wil het even gewoon wat netter leggen. Zodat ik iets meer ook een overzicht heb van wat ik eigenlijk heb. En dat ik ook gewoon alles ga gebruiken. Dus dat is wat we nu gaan doen.
Oké, en dit zijn de broeken die ik dus hier houd bij mijn ouders. Nu wil ik er wel bij zeggen dat ik in Amsterdam natuurlijk ook een aantal broeken heb liggen. Maar in ieder geval een Levi's heb ik hier. Eentje die met scheuren heeft, een wat lichtere broek. Een zwarte broek van de H&M Basic en een zwarte... donkerblauw gekleurde spijkerbroek, ook van de H&M. Dit zijn die echt die cheap-ass broeken. Dat vind ik altijd wel handig om te hebben. Een donkergrijze van The Wave, en dit is echt een supermooi merk. En deze van The Only, dat is een grijs broek. Dat is de enige grijze, lichtgrijze broek die ik heb. Dus vandaar dat ik die ook bewaar. En ik heb daar nogal wat zwarte broeken die ik weg ga doen. En daar liggen nog een paar goeie. Maar die vind ik dus niet meer zo heel erg mooi. Dus die ga ik dan verkopen. En die andere dingen gooi ik weg. Of als er niet echt heel veel mis mee is, kan ik het nog doneren. Oké, we zijn weer verder gegaan met opruimen, Fien. Fien is de hele tijd om me heen aan het lopen. Of ze ligt dan bij me hier op bed. Ze gaat daar denk ik liggen. Yep. Maar in ieder geval, ik heb de onderste la nu helemaal ingedeeld. Die ziet er zo uit. Het enige wat er nog bij gaat komen is later die witte broek. Maar die moet ik dus laten fixen. Want ik kan het wel even... kijken waar het ook weer zat. Oh ja, hier. Kijk, ik zet hier een vlek in. Een beetje gele-achtige vlek. Dus ik wil eerst proberen om die eruit te halen. Voordat ik die terug ga leggen. Nu helemaal klaar. Ik zal even laden bij laden afgaan hoe het eruit ziet. Ik heb natuurlijk de eerste en tweede laden al besproken. Dus ik zal er niet inhoudelijk wat over vertellen. Maar zo ziet het er nu uit. En deze ziet er zo uit. En deze is dus leeg. Maar daar ga ik even later wat op bedenken of ik die met wat kan gaan vullen. Hier liggen mijn broeken. Hier komt was. Of tenminste was. Hier komt beddenspul. En hier is mijn chillkleding. En mijn pyjama en dat soort dingetjes. En die worden wel weer gevuld. Want er liggen ook nog wat dingetjes in de was. Dus die ziet er zo uit. Dus dat is de witte kast. En dan gaan we nu over... oh, trouwens, die broeken die daar liggen, die gaan allemaal gedoneerd worden of weggegooid worden. En hier ga ik nu weer mee bezig. Dit is ook echt een zooi. Dit bakje met spullen uit dit kastje. En het lijkt me handiger om pennen en dat soort dingen allemaal hier te bewaren. Alhoewel ik daar een hele bak vol met pennen en dingen heb. Dus ik moet even selectief gaan zijn wat ik hiervan ga houden. Dus mijn kastje van de middelbare school. Toen ik nog in Groningen woonde. Dus wel leuk om dit nog te bewaren. Oké, goedemiddag. Het is vandaag de volgende dag. Het is namelijk dinsdag. En ik heb vandaag eigenlijk helemaal niks gefilmd voor de video of voor de vlog, eigenlijk bedoel ik. Maar ja, ik was heel erg druk bezig met het eigenlijk opruimen van mijn kamer voor een aparte video. Want het leek me wel leuk om wat extra video's op te nemen. Aangezien we natuurlijk nu allemaal heel veel thuis zitten. En ja, soms is je inspiratie ook op voor dingen of weet je echt niet meer wat je moet gaan doen. Dus ik dacht, het leek me wel leuk om te laten zien hoe ik mijn kamer opruim. Dus die video komt denk ik zo snel mogelijk wel online. Zodat jullie even wat dingen hebben om te kijken. Oh ja, vanavond gaan wij eventjes wat eten bestellen. Aangezien al die kleine winkeltjes, die kleine zaakjes, gaan nu best wel wat lastiger hebben. Aangezien natuurlijk, ja... je kan niet echt open gaan als zaak. Dus de enige mogelijkheid is volgens mij, naar mijn idee, volgens mij gewoon ja, thuis bezorgd. Dus je eten thuis bezorgen, laten bezorgen. En of dat je het ja, daar ophalen kan volgens mij ook niet eens meer. Alleen de drives, de McDrive bijvoorbeeld, is nog gewoon open. Dus ja, en ik vind het zo zielig, want sommige mensen werken zo hard voor de dingen die ze gebruiken. Ik heb nu bijvoorbeeld over de kleine
kledingwinkels, de kleine, of tenminste in verhouding kleiner natuurlijk. Zaakjes waar ze eten verkopen en dat soort dingen. Die hebben natuurlijk nu een stuk moeilijker. Dus ja, die moet je eigenlijk ook gewoon een beetje supporten. Dus als je een keertje je verveelt of je wil eventjes iets anders eten. Bestel dan bijvoorbeeld lekker een pizzaatje bij de pizza tent vlak bij jou in de buurt. Waar je misschien wel vaker komt. Want die kunnen dat echt goed gebruiken. Volgens mij. Correct me if I'm wrong. Maar volgens mij kunnen ze dat goed gebruiken. Dus dat gaan we vanavond doen. We gaan vanavond Grieks bestellen. Want daar bestellen we wel vaker. En ja, alle kleine beetjes helpen denk ik. Oké, op dit moment, zoals je misschien kan zien, lig ik lekker in mijn bed. Het is nu 5 uur. En we gaan zo lekker eten bestellen. De Albert Heijn is net geweest en die heeft boodschappen bezorgd. En gewoon het nodige, gewoon de dingen die we normaal ook bestellen. Dus niet dat jullie niet denken dat we allemaal aan het hamsteren zijn en zo. Want dat, ik vind het heel erg dat dat zo gebeurt. Natuurlijk, je moet wel wat dingetjes op voorraad hebben. Maar 2 karren vol met wc-papier lijkt me een beetje sterk. Dat je dat nodig gaat hebben in deze komende 3 weken. En ja, dus ik vind dat een beetje raar. Maar in ieder geval, ik ben nu... wat is het dan? Vliegt de hele tijd hier. Echt super irritant. Maar ik ben dus nu even YouTube aan het kijken. Ik kijk nu op het moment Leonie der vlog van All About Leonie. En ik vind haar echt super leuk. En ook heel erg leuk hoe zij deelt en zo. Hoe ze dat dan doet met haar scriptie. Want die heeft ze volgens mij tot 2 keer toe, dacht ik, niet gehaald. En dat ze dan deelt hoe zij nog steeds motivatie dan nu heeft. En dat ze ook, zeg maar, moeilijke dingen deelt. Dus dat vind ik heel erg leuk om te zien. Tenminste, het is niet leuk, maar ik vind het gewoon oprecht, zeg maar. En dat vind ik gewoon tof om te zien dat mensen ook gewoon hun struggles durven te delen. Maar in ieder geval, ja, ik ga nu gewoon lekker in mijn bed chillen. Ik hoor mensen trouwens buiten. Er zijn gewoon kinderen nog buiten aan het spelen en zo. Zo hard knorren, hè? Ja. Oké, het is lekker binnen. En hierin zitten dus... van die pita broodjes met kaas. En ik heb hier een bakje met tzatziki. Daar ga ik het indippen. En ik heb een milkshake. Super lekker. Dus ik ga nu even lekker in mijn bed een afleveringetje kijken. En ondertussen dit lekker opeten. En ja, dus daar heb ik heel veel zin in. Dus ik ga lekker eten. Goedemorgen. Vandaag weer een nieuwe dag thuis. Het is vandaag woensdag. En ik ga eventjes afmaken waar ik aan was begonnen met het schoonmaken en opruimen van mijn kamer. Dus ja, dat is wat ik nu ga doen. Ja, dus daar ga ik nu even mee verder. Ik zal heel even nog in de spiegel laten zien wat mijn outfit is. Niet dat dat nou heel erg speciaal of bijzonder is, aangezien ik vandaag weer waarschijnlijk gewoon de hele dag thuis ga zitten. Misschien ga ik nog een rondje lopen of zo, maar verder dan dat zou het ook niet zijn. Ik ga heel even naar de spiegel dan lopen en dan laat ik jullie heel even zien wat ik vandaag aan heb op zo'n soort van chill dag. Wat het de komende tijd natuurlijk gaat zijn. Oké, ik heb deze sweater aan. Deze is ook te zien in een shoplog die misschien al online staat of online gaat komen. En ik heb deze broek aan. Het is gewoon een witte chill broek. Oké, het is alweer een paar uurtjes later en ik ben net weer achter mijn bureau gaan zitten, want ik ga eventjes iets afronden voor school, zodat ik het gelijk kan inleveren. Het is nu ook namelijk 5:45 en wij gaan straks lekker avondeten. We gaan zo'n zelfgemaakte pesto pasta iets eten met een soort van spinazie pesto-achtig volgens mij. Dus dat gaan we straks lekker eten, daar heb ik heel veel zin in. En ik zit nog steeds trouwens gewoon lekker in dit outfitje. Ik heb daar verder niks aan veranderd ofzo. Maar ik was eventjes bezig met die opdracht dus die ik moet inleveren. Ik ben ook helemaal rood in mijn gezicht, zie ik. Maar ik moet dus
voor CV. Dat vak waar ik al eerder over vertelde, waarvoor ik dat interview moest doen. Moet ik dus ook een soort van logboek erbij inleveren. En dan moet ik bijvoorbeeld aangeven wanneer ik vond dat ik het beste kon formuleren, interacteren of wat dan ook tijdens dat interview. Dus dat, daar ben ik nu mee bezig. Dat ga ik even afronden en dan lever ik dat gelijk in. Dan kan ik die weer afvinken. Dat is heel erg fijn, vind ik. Maar in ieder geval, ik heb wel echt het idee alsof deze weekvlog echt de saaiste weekvlog ever gaat zijn. Aangezien ik natuurlijk de hele tijd thuis zit. Het is vandaag donderdag. Donderdag 19 maart. En het is nu precies een week geleden dat ik eigenlijk niet echt de deur ben uit geweest. Of tenminste alleen voor een boodschapje of zo. Dus dat is best wel een soort van ja, heftig of zo. Want kijk, normaal gesproken heb je natuurlijk ook je vakanties en zo. Alleen dan ga je leuke dingen doen. Dan ga je eruit. Dan ga je niet alleen maar thuis zitten. Dus dat is nu voor het eerst dat dat zo is. Dus maar ja. We gaan het wel doorstaan natuurlijk. Ik ga er zo waarschijnlijk heel even uit met mijn moeder om wat karton weg te brengen. En om vuilniszakken en stofzuigzakken dingen te halen. Want die zijn op. En dus ja, dat is eigenlijk het enige letterlijk wat ik vandaag ga doen buiten de deur. Dus we gaan er straks lekker vandoor. Dan gaan we met de auto daar naartoe. En ik heb vandaag weer eigenlijk hetzelfde aan als gisteren. Deze trui en die witte broek. Dus daar is niet heel veel anders aan. En ik heb alleen wat mascara en mijn wenkbrauwen gedaan. So that's it. Net een pakketje binnengekomen van een samenwerking die ik heb met Ideal of Sweden. En die focus die niet meer. Dit hoesje. Deze. En met een bijpassende fles. Maar in ieder geval, dit is lekker binnengekomen. Hier ga ik een foto mee maken. Deze is dus voor Marleen. Maar hij is wel echt super mooi. Echt tof. Oké. We zitten in de auto. Ik heb mama's olie jas over aan. En we gaan eventjes langs de Velstort en langs de Kringloop om dit te brengen wat hier achter ligt. En we gaan even naar de supermarkt en naar de Blokker en de Ethos, als de Ethos ook open is. I don't know. De Ethos, ik ben even aan het kijken voor bruisballen. Gewoon chill om jezelf nog even een soort van iets leuks te doen, dat je af en toe even ontbalt. Is ook cute. Oké, we hebben net eventjes boodschapjes gehaald. Het staat nu allemaal achter, echt maar een paar dingetjes. En we zijn even langs de Ethos geweest. En ik heb 2 bruisballen gekocht. En ik ga lekker dan morgen zo in bad daarmee. Daar zou ik wel heel veel zin in. En hebben we verder nog iets te melden? Nee. Oké, bye. Oké, wij zijn weer terug van boodschappen doen. Jullie staan nu op een bak met pannenkoeken. En ik heb dus bij de Ethos deze 2 gekocht. Dat had ik jullie ook volgens mij al laten zien. Eentje ruikt naar lavendel of zo achter volgens mij. En de ander is een beetje roosachtig qua geur. Dus ruikt in ieder geval wel heel erg lekker. En ik deed het vooral om, als ik hoop dus dat ze gewoon lekker het bad een kleurtje gaan geven. Deze dan een beetje roze en die een beetje paarsblauw. Dus daarvoor had ik die gekocht. Maar ik ga nu eventjes mijn lunch maken. Want ik heb nog zo'n broodje. En ik heb nog avocado. Dus ik ga even kijken. Want volgens mij zijn ze niet allebei helemaal goed. Dus ga ik even bij beide kijken of ik er een goed gedeelte uit kan halen. En dan doe ik er spinazie op. Een zuivelspread. Volgens mij hebben we dat ook nog. Hier is spinazie. Zuivelspread. En dan ga ik eventjes een lunchje in elkaar zetten voor mezelf. Het is nu namelijk 2:30 en ik heb vandaag nog helemaal niks gegeten. Dus dat is wel een beetje slecht.
Maar omdat je natuurlijk in een heel ander ritme zit, dan denk je daar ook helemaal niet echt aan. Dus vandaar. Maar ik ga nu even lekker lunch maken. En dit is ook best wel gewoon gezond. Hier zit lekker veel ijzer in. Avocado is goed voor je vetten. En broodjes natuurlijk goed. En nou ja, dat wordt helemaal lekker. Dus die ga ik even in elkaar zetten. En dan laat ik jullie ondertussen wel even zien hoe ik dat doe. Ik vind het namelijk echt een heel lekker broodje om te maken. Haarmasker in mijn haar knallen. Dit is van L'Oreal Elvive Dream Length. Intens herstel. Fijn om maskers even wat langer te laten intrekken. Dus wat ik nu ga doen is even onder de douchekop in het bad ga ik hem in mijn hoofd hangen. En dan doe ik vervolgens dit erin. En dan maak ik zeg maar zo'n knot bovenop mijn haar. En laat ik denk ik iets van 2 uurtjes of zo even zitten. En dan ga ik vlak voordat we gaan avondeten ga ik mijn haar wassen en ga ik het uitspoelen, omdat ik dan toch even het idee heb dat hij iets beter kan inwerken. Dus dat is wat ik nu ga doen. Maar dat ziet er dan zo uit. Oh, mijn camera knippert ook, dus die ga ik even in de lader stoppen. En ik ga even mijn handen ondertussen schoonmaken en dit laat ik dus denk 2 uurtjes of zo in zitten, dat het even lekker kan intrekken en dan ga ik het erna uitwassen en zo en dan kom ik straks weer hier terug als ik een masker op mijn gezicht ook ga doen. Maar dan laat ik even ondertussen mijn camera op, want ik denk dat die ieder moment kan uit gaan vallen. Oké, inmiddels is het alweer wat later en ik heb nog steeds mijn haar in dat masker, of met dat masker in mijn haar. Zo, ik kom even niet uit mijn woorden. Het is ook al wat later, het is alweer donker buiten. De tijd gaat echt snel en heel erg apart, want ja, je doet niet echt veel op een dag, dus je bent minder bewust van de tijd of zo heb ik het idee. Maar in ieder geval, je ziet het ook wel aan het licht trouwens, een beetje blauwig. Maar ja, ik ga straks even lekker douchen, dan ga ik even dit masker uit mijn haar wassen. En ik ga straks even een maskertje opdoen en mijn huid even reinigen. Er zit ook nog een beetje make-up op, of nou ja, mijn wenkies en wat mascara. Maar ik ga zo eventjes met Anouk facetimen. En ik ben even bezig hier ondertussen op de laptop met mijn video uploaden. Weekvlog 19 is dat alweer. Oh, en ik heb die klem trouwens nog steeds in. Maar ik wacht even een reactie af van Anouk of ze nu kan facetimen of over een tijdje. En ondertussen kijk ik ook, ik ben echt aan het multitasken, een video van Robert met Maxime Meiland. Want hij heeft een soort van interview met haar. Dus dat vond ik wel even leuk om te checken. Dus niet dat ik dat... Ik volg dat trouwens helemaal niet, dat Chateau Meiland of zo. Kiki volgt het toevallig wel echt heel erg. En mijn vader vindt het ook echt helemaal leuk. Maar ik zelf volg het eigenlijk niet. Maar oké, ik ga even wachten tot ik reactie krijg van Anouk. En dan ga ik even lekker met haar facetimen. En daarna gaan we lekker douchen. Good morning guys, het is vandaag zaterdag. En ik ga er zo vandoor, want ik ga namelijk even een fotootje maken met mijn moeder voor een campagne die ik heb. Met onder andere deze fles. Dus die ga ik zo lekker meenemen. En ik zal even in de spiegel laten zien wat ik aan heb. En ik heb dus een sportoutfitje aan. Want het leek me wel leuk om in een soort van sportsetting-achtig die foto te maken. Het is echter alleen niet zo dat ik echt ga sporten. Maar dat wil ik wel de komende dagen gewoon een beetje thuis gaan oppakken. Aangezien het natuurlijk nog een lange tijd gaat duren. En ik vind het gewoon zonde om daar niet echt wat mee te doen. Dus maar ik ga me even opschieten. Eventjes mijn haar kammen en zorgen dat dat goed zit. En ik heb hieronder dus een hoe noem je dat? Sports BH ding aan. Met echt super leuk zo'n roze dingetje. Dus ik denk dat ik straks gewoon deze uit ga doen. En dan met mijn legging. Wacht, ik laat het anders even in de spiegel zien. En hier staat mijn statief. Kijk, deze legging heb ik aan van H&M. En ik heb dan die sport BH ding.
Dus ik denk dat ik gewoon lekker zo ga. En dan met die fles en zo. Want ik vind dit eigenlijk een beetje saai. Als ik heel eerlijk ben. En met een shirtje heb ik dat gevoel nog erger. Dus ik ga even mijn sportschoenen aandoen. En ik moet Marleen haar telefoon even mee. Want Marleen haar telefoon... of tenminste dat hoesje wat er ook bij hoort. Die is voor Marleen haar telefoon. Dus die moet ik eventjes mee hebben. Want daar moet ik wel even een foto mee maken. En dan ga ik er zo vandoor. En neem ik jullie mee daar naartoe. We gaan naar een soort van tennisvelden als het goed is. En ik hoop dat we een leuke foto kunnen maken. Oké, het is geen tennisveld uiteindelijk geworden. Maar we lopen nu op de heide. En we gaan even een soort van actiefoto-achtig iets proberen te maken. Ik heb hier alle spullen bij me die ik op de foto dus moet zetten. Oké, we zitten in de auto en ik zit even achterin en we gaan dus nu onderweg naar de Praxis om even te kijken of er verf is wat we dan woensdag mee kunnen nemen zodat we lekker het balkon kunnen schilderen. Oké, we staan dus nu in de bouwmarkt. Ik ga even op mama's telefoon kijken, want er was iets van een aanbieding, maar dat kunnen we niet vinden. Dus ik ga even zoeken of dat... Oké, ik vond het wel leuk om eventjes een filter te gaan gebruiken. Dus dat ik bij deze doe ik dat. Oké, inmiddels is het alweer avond en ik ben hier gezellig met Fientje, want ze wil de hele tijd bij mama zijn, hè Moppie? Dus, maar het is in ieder geval al zondagavond, dus dat betekent dat ik de vlog weer moet afsluiten, dus bij deze. Ik hoop dat je het weer heel erg leuk vond om te kijken van deze week een beetje een andere week dan normaal en dan gepland natuurlijk. Maar we moeten ons allemaal natuurlijk gewoon aanpassen. Ja, dat komt allemaal wel weer goed. Over een tijdje is alles weer gewoon normaal. En dan kunnen we weer gewoon alles doen wat we willen. Maar voor nu super bedankt voor het kijken. En vergeet me vooral niet te volgen op mijn Instagram. Zal ik even hier in beeld zetten. En te abonneren op dit YouTube kanaal. En er komen binnenkort weer allemaal extra video's online. Ik heb behoorlijk wat video's gefilmd. Dus die kunnen jullie binnenkort verwachten. Ook nu het al natuurlijk wat anders is dan normaal. En je wat extra tijd hebt, is het misschien leuk om lekker wat video's te gaan kijken. Dus vergeet je vooral niet te abonneren op dit YouTube kanaal. En laat even een duimpje achter als je het leuk vond. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer. Bij of een weekvlog of een extra video. Geen idee.